Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Kroeps Koffieshow. De enige echte koffieshow in Nederland die jou echt helpt om thuis lekkere, leukere en betere koffie te drinken. In deze uitzending een klassieker. Kennen jullie de Big Lebowski? De dude, wat bestelt hij? A White Russian. Die gaan wij maken en wel dirty, dus met koffie. Ga je mee? In de film The Big Lebowski heb je The Dude, een van de hoofdrolspelers. En die bestelt de hele film door een White Russian. En dat is een legendarisch drankje waar eigenlijk helemaal geen koffie in zit. Wodka, Kahlua en room. Dat is wat hij bestelt. Ik heb twee aanpassingen gedaan. We gaan hem dirty maken, want er moet koffie in. Het is de Kroeps Koffieshow. En in plaats van wodka gebruiken wij deze matuur. A, omdat het Nederlands is. B, ik had het gewoon in mijn keukenkastje staan. Je hebt nodig een glas met ijs, een shotglaasje. Om af te meten, want we moeten natuurlijk wel weten wat we doen. We doen drie gelijke delen. Dus één deel matuur, koffielikeur, Kahlua. Hop, hop. En dan bereiden wij een espresso. Zetgroepje lekker laag zetten. Espresso. En dan doe ik de allersterkste. Dus ik doe een 40 milliliter extra sterk. Dan kies je voor de drie boontjes. En start. Nou, dat was het. Dus we hebben nu Kahlua, de matuur van ketel 1 en een espresso over ijs. Dus ondanks dat de espresso warm is, is hij in één keer nu helemaal afgechilled. Ik heb net wat slagroom geklopt. Met een lepel leg je gewoon één dun laagje room erop. Je kan er een heel klein beetje kaneel overheen strooien. Doe ik liever zelf niet, maar het kan wel. De Dirty White Russian. Dit was de koffieshow voor deze week. Vind je het leuk om op de hoogte te blijven van al deze superleuke tips? Klik dan even de like. Tot volgende keer. Houdoe.